Heb je wel eens gehoord van de buurtconciërge? Nee. Nee, nog niet. Ik ben nieuw in de wijk. Ik ben Sterre, hi. Sterre Helkema is de buurtconciërge van de wijk. Toen ze zag dat er iemand werd gezocht, hoefde ze niet lang na te denken. Ik dacht eigenlijk meteen dat is een soort verlengstuk van mijn dagelijkse dingen die ik al naast mijn werk doe. En het leek me heel erg leuk om dat in mijn eigen wijk te gaan doen. En als buurtconciërge hier aan de slag te gaan en de wijk een stukje beter te maken. Sterre wil van alles aan gaan pakken in de wijk. Zoals het afval dat de scholieren vaak laten slingeren. Ik wil een leuke ludieke actie verzinnen waardoor kinderen bewustzijn krijgen dat ze niet zomaar hun afval op straat kunnen gooien. En dit is nou precies iets wat ik zou kunnen oppakken als buurtconciërge. Dat dit gesnoeid wordt en snel wordt opgepakt en niet nog weken blijft liggen. De ondernemersvereniging Puur Oost heeft ervoor gezorgd dat Sterre nu als conciërge door de buurt loopt. En dat was nodig, want er kan nog een hoop verbeterd worden. Je ziet als je om je heen kijkt best wel wat fietsen, je ziet wat rommel op de straat. Dat is ook ieders verantwoordelijkheid, maar het kan soms geen kwaad als daar even weer op gewezen wordt. Sterre is pas net begonnen, maar de bewoners waarderen het werk van Sterre nu al. Goed bezig. Ja. Succes. Dankjewel. Bye bye.